Het opmerkelijk moment was natuurlijk de uitsluiting van Frutos. We gaan eens beginnen bij zijn allereerste gele kaart, ook een duel met Jeroen Tsimaes. We gaan hier eens kijken. Eddy, is dit nu een gele kaart? Hij zet zijn heup even zo. Is dit geel? Frank de Bleker die toonde zich zeer duidelijk in deze match. Hè? Ja, maar ik vind van niet eigenlijk. Ik zit zich om de bal te kunnen ontvangen. Dat doen heel veel spitsen natuurlijk, zeker targetsmen. Die dus diep moeten spelen, die voelen die tegenstander aankomen en die zitten zich gewoon. Dus wat dat betreft vond ik niet dat er een gele kaart waard was. Gaat dit om de fout of gaat dit om het gejammer achteraf? Ja, dat is wel anders. Want hij gooide misschien de bal nog weg, ja. Dat zie je even. Hij krijgt heel groot protest hier. En ik denk ook dat er al een voorgaande was. Daarvoor waren al een paar discussies tussen de beide heren. En ook daar heeft dus de Bleker zich wel een beetje aan geërgerd. En dan was dat waarschijnlijk het laatste ultieme moment om hem dan toch te zeggen, en nu ga je daar een gele kaart voor krijgen. Het is het gemekker dat hem die kaart kost. Denk ik toch. Dat is niet de eerste keer, denk ik, hè, dat hij inderdaad aan het mekkeren is. Dat is ook een handicap. Hè. Soms is hij geblesseerd en als hij niet geblesseerd is, dan mekkert hij ze nu en dan wel eens. Dus. Maar het is wel heel belangrijk, denk ik, als je hem vandaag bezig ziet. Ja, absoluut. Dat is inderdaad zo. Als je Frutos niet hebt, dat scheelt natuurlijk een slok op de borrel. Hetzelfde als je Pollak moet missen. Dat zijn dingen die een ploeg zelfs als Anderlecht moeilijk kan incalculeren. Ja, maar hij werd voordien al wel geprovoceerd door Tsimaes in een fase die daar vooraf gaat. Is er contact geweest en Frutos loopt voorbij in het strafschopgebied. En Tsimaes wacht hem op. Frutos komt weer aangewond en Tsimaes loopt hem aan. Dat telt allemaal op. En dat mag niet gebeuren. Dat mag ik niet. Denk dat dat niet mag. Nee, ik denk dat een speler mag opvangen als hij voorbij wordt. Ik vind dat jij veel te streng bent wat dat betreft. Ik denk nog altijd dat het een spel is wat langs twee kanten gespeeld wordt. Maar dat je niet per definitie mag partij kiezen voor de jongen die je misschien het liefst hebt. Nee, dat is flauwekul. Dat is flauwekul. Ja. Ik heb vastgesteld dat Tsimaes vandaag, en we zullen het straks nog zien, eigenlijk provocerend is geweest, de hele wedstrijd door. Ik hoop dat iemand met de belangrijkheid van een Frutos in het spel van anderen moet leren omgaan dat dit soort dingen ook door anderen mogen gedaan hebben waar hij zichzelf aan bezondigt. Nee. En als hij dat niet kan, dan kan dit gebeuren wat er vanavond gebeurt, wat jij daar ook over denkt. Ik hou daar niet van als je op die manier de ene speler ten opzichte van de andere beoordeelt. Dat is de realiteit, Jackie. Zo is het natuurlijk psychologisch. Ik denk eerlijk waar, die eerste gele kaart, vooral de tweede gele kaart. Als je dat bekijkt. De tweede. Die gaan we nu laten lopen. Dus daar heb ik een probleem. Ja, zeg maar. Als je daar een gele kaart geeft voor Nicolas Frutos, dan moet je natuurlijk ook een gele kaart geven voor Tsimaes. Ja, het is één man die de kaart krijgt. Dus kijk nu eens naar kijk nu naar de knie. Kijk zijn arm. Daarjuist heb je de foto gezien met de kwetsuur. Ja. Dit is voor mij een... als je dan toch een gele kaart geeft, dan moet je voor de twee een gele kaart trekken. Maar en dat had sowieso aan de situatie of aan de wedstrijd op zich niks veranderd. Dus dat maakt het probleem van de wedstrijd. Nee, maar dat, ik vind, nog een keer chapeau voor de kwaliteit en aan de belangrijkheid voor Frutos van Anderlecht. Maar het wordt tijd dat ook deze jongen een keer beseft dat hij gewoon zijn wedstrijd moet spelen en meer niet. Maar wordt hij hier dan, moet hij dan betalen voor zijn gedrag eigenlijk gedurende weken al? Dat is mijn zaak niet. Maar ik vind hier helemaal niet dat de scheidsrechter het verkeerd doet. Ik ben niet akkoord met Jackie. Ik vind dat een scheidsrechter, Frank de Bleker, die moet beslissen op basis van wat er gebeurt tijdens de wedstrijd Club Brugge-Anderlecht. En wat er in het verleden gebeurd is met Frutos, maar het is wel dat een heeft mekker, er niks daar mee ben je te toch maken. Mee eens, een mekker toch? U heeft hem daar ook al op aangesproken. Ja, maar heb je al eens gekeken hoe dat Frutos wordt aangepakt door de verdediger? Oké, maar hij is niet de enige natuurlijk. Maar ik vind een scheidsrechter, Frutos moet beoordeeld worden op de fases van vandaag. En als je dan begint te zeggen, ja, maar hij heeft in het verleden, dat heeft er niks mee te maken. We gaan eens luisteren naar... Ik hou niet van spelers die zagen. Dus Frutos zaagt veel te veel. Ik vind overigens dat het verbeterd is de voorbije week. Maar ik hou zeker niet van spelers die provoceren en dan geniepig wegwandelen en daar glimlachend staan te kijken hoe de speler die hij de hele wedstrijd heeft uitgedaagd er nu is ingetrapt. Daar hou ik ook niet van, Jack. Misschien jij wel, ik niet. We gaan eens luisteren naar een aantal betrokkenen, onder meer Frutos en Tsimaes. Om eerlijk te zijn, Frank de Bleker is internationaal top. Maar als ik hem in de Belgische wedstrijden soms zie fluiten, mogen we ook ons wel onze vraagtekens bijzetten. Gelijkspel, dat zijn altijd twee verliezers. Eén grote winnaar vandaag, de referee. Dat is een subtiele manier. Het was een duel, hij ligt op de grond en hij houdt mijn benen dan vast. En ik kon niet verder lopen en ja, dan val ik. Ik denk al wel zeker een terechte uitsluiting. Il doit regarder les images.
En Argentinië, parfois, quand les arbitres sifflent comme ça, ils sont suspendus aussi. Raak jij hem nog? Want wij dachten eerder omgekeerd dat het onterecht was dat Frutos uitgesloten werd. Ah, nee, dat vind ik helemaal niet. Maar is het niet de reputatie van Frutos die tegen zich begint te werken? Kun je rekening houden met reputaties? De scheidsrechter moet feiten analyseren, geen reputaties. Ja, het zijn wel harde woorden. Ook van Frutos zelf. Ja, scheidsrechter geschorst. Hij pakt wel uit, Frutos. Ja. Maar dat is onmiddellijk na de wedstrijd. Heeft zijn mutsje al op, hij heeft al gedoucht. Ja. Kijk, als je juist uitgesloten bent op basis van die tweede gele kaart, dan vind ik dat het normaal is dat Frutos ontgoocheld is. We hebben kansen gekregen, we hadden die wedstrijd moeten winnen. Morgen wordt dat allemaal rustig geanalyseerd. Maar over wat de trainer zegt, over de subtiliteit, dat is een belangrijk woord in de wedstrijd van vandaag. Ja. Maar ik vind het wel heel ongelukkig. Ariel en Jacobs geven normaal geen kritiek op scheidsrechter en zeggen dat de scheidsrechter Club Brugge subtiel heeft geholpen. Dat vind ik wel hoogst ongelukkig, eerlijk gezegd. Want ik vind in deze tijd waarin scheidsrechters het voorwerp vormen van debat, is het ongelukkig, ik heb het al vaak gezegd, om hun integriteit in twijfel te trekken. Ik vond het een verkeerde beslissing, maar dat is het dan ook. Jacques, Simaes die heeft psychologie gestudeerd. Hè. Maakt hij daar soms gebruik van tijdens de wedstrijd? Mag dat niet. Ik zeg dat niet, maar doet hij het? Dat mag dat niet. Nee, maar hij probeert toch de tegenstander aan te pakken of uit te lokken. Doet hij dat of doet hij dat niet? Want mag dat ik heb ook woorden als matenaaier horen vallen. Dat heb ik niet gehoord. Dat zou ik maar heel triest vinden. Wie dat, ja, want dat wie dat in vind de mond ook neemt, dat begrijp ik niet. Waar die het recht heeft om nog blijven maar zijn mening te mogen geven. Maar Simaes is mentaal een sterke jongen, hè? Die echt ook wel leiding heeft. Doet hij dat al genoeg? Nee. Nee, ik vind dat hij nog in, net zoals heel veel van onze spelers, want dat is misschien het grote verschil tussen Anderlecht en Club Brugge, dat wij een ploeg hebben, een jonge groep hebben die op weg is naar iets moois. En dat zij toch wel, wat dat betreft, jongens hebben die eigenlijk in de finaliteit van hun carrière zijn, die misschien doorgroeien naar een andere club. En wat dat betreft kan ik mij ook enorm vinden in het resultaat en de manier waarop. Wij hebben dat niet kunnen afmaken, die voordeelsituatie. Maar we hebben dat niet verkeerd gedaan. En wij gaan in de toekomst beter worden en hiermee nog beter om kunnen. En ik vind dat leepheid op een veld ten opzichte van een tegenstrever, dat mag.